1 uur, het is etenstijd. Op het menu staat onder meer paling in het groen. Een Vlaams gerecht voor de anderstaligen. Maar ik wil een keer goûter les anguilles. Je n'ai plus mangé d'anguilles depuis très longtemps. Il y a du gibier là, wat je voulait. Vlamingen worden dan weer in de richting van een Waals gerecht gestuurd. Nu had ik toch gedacht dat jij een forel in boterzout zou weten. Dat is zo, ja, natuurlijk. Voor een leider van uw kaliber ja, is dat zeker. Toch, ja, ja. Bart de Wever probeert overal hetzelfde grapje uit, al begrijpt niet iedereen de verwijzing naar het tv-programma Plat Préféré. Nu weten we eindelijk wat dat morelke forelke, waar dat van maakt. Morelke forelke. Dat is forelke, dat is 88 meer dan ooit. Forel, boterzout, morel, dat is één grote. En aan de andere tafels wordt de politieke discussie verder gezet. Je crois que le Vlaams Belang va tomber, enfin, une dizaine de pourcentage. Maintenant, ils ont 24. Dizaine de pourcentage, vous pensez vraiment que c'est la moitié? Zeg, ze hebben hier uw plat préféré, forel in botersaus. Is het waar? Dat is niks voor u. En de West met de kroost? De laatste keer dat ik die gezien heb, zagen die er goed uit, maar dat is ook al wel een jaar geleden. Maar zelfs de keuze van het dessert wordt een evenwichtsoefening. Ik ga een suikerwafel nemen. Ik zal het evenwicht te behouden, een mat staan. Alsjeblieft, smaak. En tijdens dat dessert probeert Johan van der Lanotte nog een basketploeg in Oostende te redden. Om 2 uur moet hij noodgedwongen stoppen met bellen. Er ligt een nieuwe stelling op hem te wachten.